Welcome back everybody en welkom terug op het kanaal van UGF Mysterious. En vandaag keer iets anders, Battlefield 3. En gisteravond zat gewoon in chat en ze hadden niet zoveel zin in MW3 volgens mij Paul. En toen kwam volgens mij Paul mee, kom we gaan Battlefield 3 doen. Toen zei ik gelijk, weet je wat, ik doe gelijk mee, weet je wel. Want hij wou het alleen met een squad doen. Ik zei, weet je wat, ik doe gelijk mee. Ik vroeg aan Fish of die meedeed. Hij deed gelijk mee, Nando deed ook mee. Dus nu hadden we een hele squad en uiteindelijk zaten we ook bij elkaar in deze squad bij... Ik weet de mapnaam niet, dus sorry, mijn excuses daarvoor. Ik weet al die mapnamen nog niet, ik weet al die termen nog niet, hoe je het allemaal zegt. Maar ik speelde hier met de M16 en ik speelde hier Medic, volgens mij heet dat. En dan speel je gewoon voor je team, kan je Medic kitjes neergooien. Dat betekent, rechts onder in beeld zie je dat die 100%, dat is eigenlijk mijn damage health gebeuren. Dat is hoeveel ik nog kan hebben. Als dat laag is, moet ik zo'n medic kitje gooien en dan zal je veel sneller healen. En dan kan ik ook gewoon bij teammaten gooien als hun er slecht aan toe zijn. Ik kan ook mensen reviven, zal ik maar zeggen, met de defibrillator. Mensen die blijven een paar seconden op de grond liggen met... je zal het straks wel zien en dan komt er een logootje boven te staan. En dan weet je dat je iemand kan reviven. En heb ik ook een paar keer gedaan, dus die klas zit ik nou te spelen... Je moet natuurlijk mensen niet altijd reviven, want dat is niet altijd goed om te doen. Maar soms, als er tijd voor is, dan is het wel... wij lekker om iemand te reviven, krijg je weer punten voor. En punten kan je weer mee scoren. Maar hier zie je, daar lag iemand op de grond. En die ga ik hier op de grond en die probeer ik dan te reviven. Maar ik was net te laat, dus het is maar een paar seconden dat je het kan. Daar staat ook een symbooltje boven, want je ziet links onder in de minimap... Daar zie je ook allemaal van, oh, daar ligt een medic pakketje. Want dan zie je een soort, pleisters. En waar je iemand kan reviven, zie je daar ook een soort, een soort golfje staat er. En dan weet ik, oké, daar kan je iemand reviven. Dus ja, op zich is het allemaal wel echt wel super om te doen, vind ik, Battlefield 3. Het is gewoon anders. Je kan niet dropshot eigenlijk. Want als je dropshot, kan je niet meer schieten. Je moet niet te veel gaan liggen ook, want dat opstaan kost weer tijd en noem het allemaal op. Er zit heel veel andere strategie in. Je moet anders lopen, je moet anders doen, je moet... Weet ik het allemaal wel niet. Het is gewoon zo compleet. Er kunnen ook mensen met ammo lopen. Er kunnen mensen met van alles lopen. En dat maakt het spel misschien wel geniaal. Dat je eigenlijk een teamspel is. Dus je kan zeggen, want gisteren was het echt fijn. Paul die had volgens mij snel rennen aangedaan. Toen had Fish ammo aangedaan, dus dan hebben we veel ammo. Ja, ik heb zelf nog niet veel aan Nando ook niet, want wij zijn echt nog maar net... ik was level 6 toen ik gisteravond begon en Nando 11, dus wij zullen nog niet zoveel hebben. Maar Paul en Fish hadden al wel wat. En dat scheelt gewoon die ammo en dat snelle rennen. Want dan kan je gewoon lekker sneller door het level heen. Dan kan je lekker, toch wel een beetje een feeling krijgen. En ik ging op zich wel lekker. Daarom heb ik deze streak er ook in zitten. Tenminste, streak. Dit is het laatste gedeelte van de gameplay. De gameplay duurde eigenlijk 20 minuten. En dat is natuurlijk iets te lang om voor jullie te laten zien. Dus ik heb maar gewoon 6 minuten gepakt. Waar ik ongeveer een streak had. En nog wel wat andere dingen had. Dus dat is wel super. Wat ook raar is hier zo. Want hier pak je wapens op. En dan denk je, dan pak je alleen de wapen op. Nee, wat je dan doet. Als jij iemand zijn wapen oppakt. Pak je heel zijn klas op. Dus als ik van de tegenstander een wapen pak. En die ligt op de grond. Pak ik heel zijn klas mee. Als die sniper klas heeft. Heb ik ineens een sniper ook in mijn hand. Als hij, weet ik veel. Een ammo klas heeft. Pak ik ook ineens ammo. Dan kan ik zo voor mijn ammo zorgen. En weet ik het allemaal niet voor mezelf. Noem het allemaal maar op. Dus ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Omdat je bent daar niet gewend. Dat je ineens. Als je met zijn ander wapen oppakt. Dan speel je er gewoon mee. Heb je eigen perks nog. Heb je bijvoorbeeld specialist. Maar hier. Als je iemand zijn wapen pakt, krijg je zijn setup, zal ik maar zeggen. Dus dat is wel raar. Maar dat is zeker wel leuk om te spelen. En hier zie je het ook. Ik sta hier 33-14. Ik zal voor de eerste keer in mijn leven in Battlefield 3 MVP of the game worden. En daar krijg je ook een G-punt voor. Een achievement points voor. En dat is wel super lekker. Mijn eerste ervaring met Battlefield 3 was een paar... dagen geleden met André en ik merkte wel, en dat is natuurlijk geen ik weet niet of je dat dan al mag zeggen. Ik had toen 5 uur gespeeld en het enige wat ik echt merk, de graphics en alles is super geweldig. Het enige wat ik merkte was dat de recoil eigenlijk een beetje too much was, dacht ik. Het is op zich wel een beetje nog too much. Ik weet dat het in Battlefield 4 iets minder wordt. En ik denk dat het daarmee gelijk ook een net iets betere game wordt. Al door het schieten alsof vast. Want
Dat sprayen, of tenminste met je wapen schieten, was soms... Ja, het is natuurlijk realistisch, dat snap ik allemaal wel. Maar als jij een shooter speelt, wil je ook gewoon lekker die kills maken. En soms dacht ik wel eens van, wauw, de wapen ketst wel heel erg af. Maar daar hebben ze een klein beetje getuned volgens mij in Battlefield 4. Dus dat je wapen niet zo erg omhoog ketst. En ja, ik heb ook gewoon zin in Battlefield 4. Battlefield 3 is gewoon even wennen. Ik moet even spelen en dan moet ik mijn grip krijgen hoe het allemaal werkt. Maar op zich loopt het nou wel aardig. Ik kan het al wel een beetje. En ja, ik ga gewoon proberen hier nog wat meer gameplays te krijgen met Close Quarter en noem het allemaal maar op. Dat zul je dan misschien ook wel weer op mijn kanaal zien natuurlijk. Ja, ik heb maar één kanaal, dus ja, dan zal je het op mijn kanaal zien. En dan hoop ik dat jullie me liken, reageren, abonneren, noem het allemaal maar op. Ik hoop dat je de gameplay leuk vond. Als je het leuk vond, geef even een reactie of ik meer Battlefield 3 moet doen. Want dat is de eerste keer dat ik Battlefield 3 upload en ik hoop dat het een beetje goed aankomt. Dus ik zou zeggen, like, reageer, abonneer. Hier heb ik trouwens mijn achievement, most valuable player van de game. Dus ik zeg tegen iedereen, see you later everybody.